We zijn in het ziekenhuis op de afdeling nucleaire geneeskunde. Hier komen mensen waarbij wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn van bijvoorbeeld kanker. Heel ernstig dus. Maar we gaan het niet hebben over de ziekte, maar over het onderzoek. Daarbij worden namelijk radioactieve stoffen gebruikt. En dat is best gek, want radioactieve stoffen zijn gevaarlijk. Ze geven een bepaalde straling af die erg schadelijk is. Kijk, de straling van deze zaklamp was niet zo erg. Het is gewoon licht. Maar de straling van de zon, de UV-straling, daarvan weet je dat je huid kunt verbranden. En magnetronstraling dan? Je ziet het niet, maar het kan water laten koken. En radioactieve stoffen stralen ook zonder dat je het kunt zien. Althans, niet met het blote oog, maar wel met speciale camera's. En die straling die wordt gebruikt om dingen binnen in het lichaam op te sporen, zoals tumoren. Een heel heftig onderzoek dus, waarbij de patiënt het radioactieve goedje per spuit in een speciale kamer krijgt toegediend. De spuit ligt in een loden kistje omdat lood straling tegenhoudt. Nu moet er ongeveer een uur gewacht worden totdat de stof helemaal in het lichaam is opgenomen. Dan gaan wij ondertussen terug in de tijd, want het is een race tegen de klok om het materiaal hier te krijgen. Het is nu 's nachts, of nou ja, vroeg in de ochtend. En we zijn bij het bedrijf dat de radioactieve stoffen voor het ziekenhuis maakt. Alles is gisteren al voorbereid, zodat de grote machines, de cyclotrons, aangezet kunnen worden. En dat gebeurt allemaal vanuit de control room. Nou ja, control room, deze is wel heel erg oud. Tegenwoordig gaat het gewoon zo, via de computer. Twee cyclotrons, die staan er aan, dus daar mag ik zeker niet bij in de buurt komen. Dat is ontzettend gevaarlijk. Maar eentje staat eruit en daar mogen we een kijkje gaan nemen. We zijn er bijna, maar eerst beschermen we de kleding aan. Nou, naar binnen. Dit is nou een cyclotron. Een machine waarmee je stoffen radioactief kunt maken. En hij staat in een ruimte die omgeven is door enorme, dikke betonnen muren. En dit deurtje is zeker 2 meter dik. En dat is nodig omdat de radioactieve stoffen straling uitzenden. Hoe maak je radioactieve straling? Men neemt 2 stoffen. Bijvoorbeeld waterstof en bijvoorbeeld zuurstof. Ja, je ziet het niet, want het is een gas. Maar als je heel goed in zou zoomen, dan zie je dat gas uit heel veel kleine deeltjes bestaat. Atomen. Stel dat dit een zuurstofatoom is. Die bestaat uit protonen, de rode balletjes, en neutronen, de witte balletjes. En het grappige van zo'n atoom is dat je ze heel zenuwachtig kunt maken. Door de verhouding van protonen en neutronen te verstoren. Hoe doe je dat? Door een proton op het atoom af te schieten, bam, vliegt er een neutron uit. Nu is het zuurstofatoom radioactief en wordt het zenuwachtig, want de verhouding klopt niet meer. Het atoom wordt zenuwachtig en nog zenuwachtiger. En dat kan alleen weer rustig worden als de verhouding van protonen en neutronen weer klopt. En dat gebeurt spontaan. Een proton verandert in een neutron. En daar komt straling bij vrij. En dat gebeurt dus in deze machine. Protonen worden versneld doordat ze bijna de lichtsnelheid hebben. Dan knallen ze aan de zijkant hieruit tegen de zuurstofatomen aan. Die worden zenuwachtig en beginnen radioactieve straling uit te zenden om weer rustig te worden. Nou, dan hebben we dus straling. Maar goed, dat neemt ook heel snel weer af. Dus geen tijd te verliezen. Via slangetjes stroomt de radioactieve stof naar een lab. Hier wordt het radioactieve stofje gekoppeld aan een ander stofje dat in je lichaam gespoten kan worden. In dit geval suikerwater. Yeah.
geheel wordt in een lode omhulsel gestopt. Daarna gaan de lode potten dicht en gaan ze naar de inpakafdeling. De dozen gaan in een speciale auto met waarschuwingstekens. En de patiënt is nu al in het ziekenhuis, dus rijd maar. Ja, oké. Goed ziens. De transporteur heeft het pakketje van buitenaf in deze speciaal beveiligde kluis gelegd. In een paar stappen en via verschillende sluizen wordt de doos uitgepakt. Dit zorgt ervoor dat alles zo schoon mogelijk verloopt en dat er op geen enkele manier vuiligheid binnen kan komen. Maar vooral dat er geen radioactief materiaal naar buiten toe zou kunnen ontsnappen. Dan kan het flesje uit de pot worden gehaald en wordt alles klaargezet en aangesloten om het geheel in de laatste spuit te kunnen zuigen. De spuit wordt alvast in het beschermende lode kistje gelegd en dan kan de radioactieve vloeistof erin. Uiteindelijk gaat het naar de arts die het bij de patiënt inspuit. Dan zijn we dus weer terug bij waar we waren. Deze patiënt heeft de spuit met het radioactieve goedje toegediend gekregen. Omdat het radioactieve materiaal gekoppeld is aan een soort suikerwater, wordt het vooral opgenomen door cellen die veel suiker nodig hebben. Zoals het hart, de hersenen, maar bijvoorbeeld ook kankercellen. In de patiënt veranderen nerveuze atomen nog steeds in rustige atomen. En de lichtflitsen die daarbij vrijkomen, de radioactieve straling, botsen tegen de wanden van de scanner. Detectoren meten zo precies waar de straling vandaan komt. In deze ruimte worden de beelden die de scanner heeft gemaakt goed bekeken. En dit is onze patiënt. Wat zien we allemaal? Dit is een voorbeeld van iemand waar het allemaal normaal is. Je ziet opname van die vloeistof die we net hebben toegediend in de hersenen. En je ziet ook nog in het hart, dat zie je heel erg mooi. Ook de hartspier heeft suiker nodig om zijn werk te kunnen doen. Maar verder zie ik eigenlijk helemaal niks wat erop wijst dat onze patiënt aanwijzing heeft voor uitzaaiingen. En heb je een voorbeeld van een patiënt waarbij het niet zo goed gaat? Ja, dat kan ik je ook laten zien. Kijk. Het zijn echt heel veel zwarte plekken. Het ziet er heftig uit. Dat is het ook. Al deze intens zwarte plekken in het lichaam zijn uitzaaiingen van de ziekte. Dus deze patiënt heeft in vergelijking met de andere patiënt wel aanwijzingen voor uitzaaiing van de ziekte. En onze patiënt die kan dus opgelucht ademhalen? Ja, voor wat betreft het aanwezig zijn van uitzaaiing van de ziekte kun je nu met een gerust hart zeggen dat ze er niet zijn. Dit onderzoek is voor een patiënt heel heftig en kan zeker niet te vaak gebeuren. Want de radioactieve stof kan bij te veel blootstelling juist kanker veroorzaken. Maar voor de patiënt was het heel erg belangrijk om te weten waar hij aan toe was. En gelukkig kan hij opgelucht ademhalen.